aantal weken terug samen met collega Lisanne gastencollege gegeven. Als programma werken wij samen met de HVA voor deze minor om een aantal verschillende gastencolleges te geven, waaronder een aantal van onze klanten. SVB is er daar een van, die hebben eerder een gastencollege gehad van Fuse Logic. Wij zelf als ProCam, wat we eigenlijk doen is we dichten een beetje de kloof tussen de IT en de arbeidsmarkt. Hebben jullie waarschijnlijk allemaal eerder al wel iets van, dus ik zal dat niet heel uitgebreid meer uitleggen. Waar het meer komt is dat wij dit soort dingen doen ook om jullie al wat meer bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn. Deze reeks is wat meer inhoudelijk, maar wij richten ons zeker ook op dingen als arbeidsmarktoriëntatie, dus zorg dat je weet wat er bij je past. Omdat wij als organisatie ook een talentenprogramma verzorgen, en dat is meer voor na je afstuderen. Dan kun je dus via ons aan de slag bij verschillende opdrachtgevers als de SVB, Fuse Logic, maar ook nog een heel aantal andere. En ook in dat weer kijken we met studenten samen, of met starters dan eigenlijk samen, van wat past dan naar dat idee aan. En dat is dan een programma wat je dan gaat doen, dus echt een eerste baan, maar daaraan gekoppeld, dat talentenprogramma. Waarbij wij ook coachen en trainen. We hebben geleiders straks dus echt in die eerste twee jaar om te zorgen dat je goed, goed op weg komt eigenlijk in die periode. Wat ik nu zal doen, een aantal van jullie hebben dat al gedaan, dus je hoeft het zeker niet nog een keer te doen. Ik laat eventjes een lijst rondgaan waarop je je gegevens kunt achterlaten. Als je nou zegt van ik zou het interessant vinden om tegen de tijd dat ik bijna klaar ben een keer benaderd te worden, om eens te kijken of zo'n talentenprogramma of dat bij me past. Laat even je gegevens achter, dan doen we dat, dan nemen we even contact met je op. Dan gaan we even kijken of inderdaad jouw ambities aansluiten bij de mogelijkheden bij de opdrachtgevers die wij hebben. Dus ik geef hem eventjes door, ik laat even een aantal verschillende gegevens even doen. Heb je het al eerder gedaan in een eerder gastcollege, hoef je het zeker niet nog een keer te doen. En als je het interessant vindt, je kunt in het laatste vakje aanvinken of je uitgenodigd wilt worden voor een kennissessie in Duitsland. We hebben op 2 juli een kennissessie bij Microsoft. Dat gaat over cloud computing. Dus als je dat interessant vindt, of dat soort kennissessies interessant vindt, vind ik die dan ook even aan, dan word je daarvoor uitgenodigd. Dat was het eigenlijk. Dan geef ik het woord aan jou. En dan laat ik me even rondgaan ondertussen. Ik zal er zelf niet het hele college bij zijn. Ik ga op een gegeven moment weg, maar aan het begin ben ik nog even. Zeker als een bouw is, mocht je vragen hebben, ik ben er nog. Stel ze gerust. Veel plezier. Oké. Voor het eerst, just to start. Is there anybody not speaking Dutch in this room? Maybe please shout out, because put your hand up, I can't see it. Volgens mij kan het in het Nederlands zijn, denk ik. Kan het in het Nederlands? Ja. Geen van de buitenlandse studenten. Is de voorkeur van Nederlandse vrienden? Ja, geef me ons. Als je dus nog vragen hebt, stel die gerust. Als docent er nog bij is, steek je hand even op. Voor het geval als je weg zijn, geef even een bril. Dan kunnen we tussendoor behandelen. Discussie over wil hebben met vorige werkgevers, huidige werkgevers of toekomstige. Dat lijkt me wat meest praktisch voor hun en voor mijzelf. Goed, waar gaan we het over hebben? Network security, ik heb het al gezegd. Ik noem het zelfs vaak eerder information security. Waar dat verschil ligt, daar kom ik zeker nog even.
ik ga je ook een aantal dingen vertellen vandaag waar je misschien niet op zit te wachten om wat te horen. Een hele simpele reden dat het vakgebied zo breed is. Maar ook dusdanig divers is dat je ook wel eens in je vakgebied een aantal zaken tegenkomt. Waarvan je achteraf denkt van, nou, als iedereen dit weet, dan zijn er misschien wel wat mensen die wat banger geworden om het internet te gebruiken. Dus dat alvast als waarschuwing vooraf. Ik zal me daar niet door weerhouden. Er zijn een aantal dingen natuurlijk, en dat zal je zeker hebben in een security vakgebied die je niet gaat vertellen. De hele zin is reden dat dat niet kan of niet mag. Dat is wel eens lastig als je wilt solliciteren, want de vraag is van ja, maar hoe zat het nou en bij welke klant was dat? Ja, sorry. Dat mag ik graag niet vertellen. Goed. Waar gaan we het dan wel over hebben? Ik zal mezelf eerst even kort voorstellen zo direct. Daarna gaan we kijken wie is hier het grootste security risico. Ik kan jullie alvast vertellen, dat ben ik niet. Als het goed is. Overigens mochten er nog onder jullie zijn die hun telefoon op stil hebben staan, dat graag wel eventjes. Het schijnt dat hier onder een emmer water staat. En daar zou die wel eens in terecht kunnen komen. Dan weet je dat in ieder geval vast. Ik denk dat het meest aantrekkelijke stuk voor jullie is het stukje penetration testing. Daar ga ik wel op in aan een aantal zaken die ik in de loop der tijd gevonden heb in verschillende tests. En daar zitten nog wat sappige dingetjes bij. En zoals net al gezegd, dat wordt niet een verhaal van waar het is geweest, maar wel wat voor soort organisatie. Security design, security awareness, relaties vooral, denk ik erg belangrijk. En voor het penetration test verhaal komen we nog op een aantal artikelen terug. Sommige wat recenter, sommige wat minder recent. Daar ik ook wat bij ga vertellen. Dat was misschien niet helemaal nodig geweest voor de camera. Mijn naam hebben jullie inderdaad al meegekregen. DRS, voor degene die dat niet meer weten. Officieel kan je de titel niet meer krijgen, staat voor dokter anders. Dat betekent nog net geen dokter of nog geen dokter. Als je promoveert gaat SCRF. Dat heb ik niet gedaan. Dus wat dat betreft staat ik er nog. En feitelijk is dat later Master of Science geworden aan de universiteit. Vergelijkbaar. Dus dat is de systeemwijziging die de afgelopen jaren in het hoger onderwijs is doorgevoerd. Sinds oktober vorig jaar werk ik bij de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor heb ik gewerkt bij Magion, dat is een klein bedrijf in Den Haag, wat voornamelijk in de industriële hoek zit. Dus automatisering voor olieplatformen, raffinaderijen, met het algemeen olie, gas, water, petrochemisch. Dat heeft zo zijn eigen uitdagingen. Kom ik zo ook nog wel even op terug. Daarvoor heb ik 4,5 jaar bij Capgemini gewerkt, grote system integrator. En daar komen ook alle andere klantnamen vandaan. ING, Nationale Nederlanden. Daarvoor ook wel een aantal keer in het buitenland gezeten. Waaronder een aantal weken in Praag. En ongeveer twee maanden in Hongkong. Ongeveer 6,5 jaar nu werkzaam in het bedrijfsleven, maar eigenlijk al een jaar of 15. Ja, dat was een beetje een jaar of 15 betrokken in het security wereldje. Had ook progressen gevolgd. En uiteindelijk hierin terecht gekomen omdat ik een account had bij een collega-student op zijn Linux-doos. En die op een gegeven moment naar me toe kwam: hoi, ik zie over mijn netwerkkabel jouw gebruikersnaam en wachtwoord langskomen. Gebruik jij nog Telnet? Ja, is dat nog veilig dan? We hebben het wel over 1998, even voor de duidelijkheid. Dat trok mijn interesse. Op een gegeven moment had ik de mogelijkheid om naar een security congres te gaan. Dat trok nog meer interesse en uiteindelijk besloten daar mijn afstudeerrichting en mijn vakgebied van te maken. Als je dan zo af en toe eens in het buitenland terechtkomt, dan wil het wel eens zijn
dat je zo'n uitzicht tegenkomt als je 's ochtends wakker wordt vanuit je hotelkamer. Het was wel eens minder fraai qua regenwolken, onweersbuien, etc. Maar dit was een van de mooiere. Ik denk dat jullie niet onthouden, dus dat, wie weet kom je dat nog een keer tegen. Dit was wel de 22e verdieping van het hotel, moet ik je toegeven. Dit is in Hongkong, vlak naast de luchthaven. Je ziet ook wel dat Hongkong meer is dan alleen de skyscrapers zoals iedereen dat kent. Duidelijk ook wat mooier voor mij. Goed, dan gaan we eens even kijken wie van jullie het grootste security risico is. En dan wil ik jullie allemaal verzoeken om te gaan staan. Ja, ik word nog bezig gehouden ook. Degenen die geen smartphone hebben, die mogen gaan zitten. Dat zijn waarschijnlijk heel weinig. Nul. Precies. iPhone met het laatste operatiesysteem. Even kijken. 8.3. We gaan een beetje tellen. Heb je een iPhone 5? Ja. 8.3. 8.3. Mag je gaan zitten. Gebruikers met Lollipop. Ja, zoiets. Ga zitten. Windows 8.1. Ja, dat zullen er niet veel zijn. En de volgende categorie, dat zullen er waarschijnlijk helemaal niet zoveel zijn. Iemand hier nog die een BlackBerry heeft? Niet verwacht. Zijn er überhaupt nog mensen die staan? Ja. Maar liefst 3. Had je kunnen upgraden naar het laatste besturingssysteem? Ik zit al een kastje over. En wordt aan. Oké. Win je het eigenlijk al van de mensen die die Lollipop hebben? Mag je ook gaan zitten, denk ik. Ja, je mag ook gaan zitten, inderdaad. Nou, dat valt best mee. Wat je heel vaak ziet is dat er redelijk wat mensen zijn die Android hebben, de versie 2, versie 3. Alleen maar als jij een iets aan de toestel hebt, dan kan je vaak niet eens meer upgraden. Dat ligt vaak aan de maker van het toestel. Voor degene die nog mocht staan, heb je 1 punt verdiend. Waarom 2? Wie gebruikt er een van deze social media services van? Iedereen. Mag je weggestaan? Want er zijn hier weliswaar geen security risk, maar wel een privacy risk voor jezelf. Mag je gaan zitten hoor. Ochtendgymnastiek. Ja, zo'n windbeweging gaat aan het einde weggelezen waarschijnlijk. Dus, het kan alleen maar goed zijn voor de gezondheid. Je gaat kijken naar waarom is dit zo. En voornamelijk die laatste slide. Vraag je dan inderdaad eens af. Het zijn wel eens gratis services. Maar wie betaalt daarvoor? En als je tot de conclusie komt dat jij daar zelf voor betaalt, waar betaal je dan? Daar mag je rustig over nadenken. En misschien komt het er aan het eind nog even op terug. Voor de iPhone-gebruikers. Wie durft er nog een sms'je te ontvangen? Ja hoor. Notificaties staan uit. Ja, de notificaties staan uit. Dat is inderdaad ook een van de mogelijkheden. Ik ben zelf een Apple-gebruiker. Dat heeft één hele specifieke reden. Ik ben niet altijd het mee eens, ook op security-gebied. Vandaar ook dit artikel. Er waren er nog een paar andere representen rond. De IFV-boot problemen, waarbij je met vrij weinig problemen malware erin kan schieten. Ze zijn nog wel eens laks geweest met security updates. Security technisch gezien, zou ik, en jullie zijn blijkbaar qua gebruikersgemak wel mee eens of niet, een BlackBerry hebben. Hoor dat
Jack zeggen, maar security technisch gezien, als BlackBerry, zwaar zit aan het vooruit. En misschien is het nog steeds wel een van de meest veilige mobile operating systems die er is. En ja, dat komt deels ook omdat zo weinig mensen het nog gebruiken. Hoe groter de user base, hoe interessanter het voor hackers. De reden waarom ik trouwens Apple gebruik is puur vanwege toegankelijkheid. Accessibility verhaal. Heel simpel, al het Apple spul wat uitkomt, inclusief de nieuwe Apple Watch. En nee, die heb ik nog niet. Ik had lekker op de tweede. De kinderen ziet dus er mooi uit. En misschien een aantal security dingetjes, wie weet. Alles spul wat van Apple uitkomt, heeft een standaard accessibility laag, wat voor mij redelijk belangrijk is. Dus vandaar. Maar ja, het kan altijd nog beroerder, hè? Want ja, als je nou van dat oude Android toestel hebt en je verkoopt hem en je vertrekt door je reset hem, dan kan er wel eens wat achterblijven. Zo heeft Android dan wel wat meer grappen gehad. Namelijk tot en met Android 4.0 of 1, dat wil ik even afleiden. Zat er een bepaalde generatie in, generation in voor het genereren van cryptosleutels. Maar ja, het ging pas per device hetzelfde. Of nagenoeg hetzelfde. Dat schoot ook niet heel erg op. Wat dat betreft heeft Google op dat gebied wel wat steekjes laten vallen. Het is leuk natuurlijk als je device volledig klikt. Maar als we op deze manier nog allerlei tokens van Facebook en weet ik veel wat zaken achterblijven, dan heb je wel wat uit te leggen. En heb je wel een uitdaging. En dat bedoelde ik net niet met waarom social media een privacy risk zijn. Hè? Dit is duidelijk een security risk. Maar ja, dan denk je dat je veilig bent. En dan hebben we altijd nog de app developers. Die er over het algemeen een zootje van maken. En dat is niet omdat ze niet willen, of misschien ook wel, maar het is vaker genoeg omdat ze geen interesse erin hebben, het niet interessant vinden. Ja, zo zijn er nog wel een paar van die zaken te doen. Dat geldt overigens niet alleen voor app developers voor je mobiele telefoon. Dat geldt ook in zeer zekere mate voor companies als Apple en Microsoft. Microsoft heeft ook altijd het naamje gehad. Apple heeft jarenlang het voordeel gehad dat ze een kleine installbase hadden, waardoor ze er wat minder aan hoefden te doen. Ach, er was toch geen malware van Apple. Antivirus op Apple machines? Wauw, zou je? De laatste paar jaar is dat verhaal wel anders geworden. Hoewel het nog steeds wat lastiger blijft en ook Microsoft heeft wat op de weg zo zijn verbeteringen doorgemaakt de laatste paar jaar. Ze moesten ook wel op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment waar browsers van Gartner het advies krijgen, je moest gebruik Internet Explorer maar niet meer, want het is zo verschrikkelijk onveilig. Ja. Daar sta je wel aardig voor aan natuurlijk als bedrijf. Daarom heet het ook geen Internet Explorer meer, maar Edge. In plaats van een Explorer kunnen we over een randje vallen. Ik weet niet of je die naam gekozen heeft aan. Ach ja, als je van een naam te mij gaat naar Mavericks. Dan wat anders. Kleine bedrijven roepen altijd, wij zijn niet interessant. Niet belangrijk om ons aan te vallen. Waarom zouden we iets aan beveiliging doen? Dat kost veel te veel geld. Ja, dat is dan meer. Kleine bedrijven zijn net zo interessant. Net zoals je thuiscomputer. En misschien deze school dan. Dus een tijdje geleden in Amerika een school geweest, die had een stukje ransomware binnen. Alleen voor de duidelijkheid, die is er niet bekend met de term ransomware. Iedereen neemt het aan? Prima. Ik vind
langzamerhand werd wat ze moesten betalen een stuk minder. Dat was nog steeds ongeveer dan, $1,000. Maar een week daarvoor was het $150,000. Dus ja, vind je wel eens. Maar zo zie je maar, niet alleen voor grote multinationals overheden. UWV, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank wel. Ook kleine bedrijven zijn interessant. Een hele simpele reden van, misschien hebben ze al data die interessant zijn. Of ze hebben computers die interessant zijn voor een opnet. Tegenwoordig kun je een denied service technologie kopen online. $5 per uur, dat gaat de target is. Nee, ik verkoop ze niet. Dat zou niet kritisch zijn, maar ik weet wel wat er gebeurt. Hetzelfde geldt voor ransomware overigens. Nou, laten we verder kijken wat er nog meer is. Grote companies hebben ook zo hun problemen. In dit geval ook. Ja, als je wat fout in je software laat zitten, waardoor is eigenlijk dat het alleen demo machines zijn. Waardoor passwords te achterhalen zijn, dan heb je een uitdaging. Zijn het alleen demosystemen? Volgens dit artikel niet. Er staat ook productiesystemen bij. Was het alleen de fout van Oracle? Niet helemaal. Er zaten ook wel productiesystemen tussen met default installation passwords. Ik heb straks nog een leuk voorbeeld van. Ik ben natuurlijk in de loop van jaren ook wel tegengekomen. En als je dan denkt dat je klaar bent met de softwarefouten en de cybercriminals, krijgen we de overheden. Ik denk dat dit nog wat minder bekende term is. Stuxnet. Bekend? Ja, bekend zijn toch? Ja? Ja. Lekker uitgelekt natuurlijk toen de tijd. Het was niet helemaal de bedoeling. In principe hadden alleen die centrifuges in Iran stuk moeten gaan. Meer is er ook niet stuk gegaan, maar hij lekt uit. Waarom? Want het blijkbaar toch ergens netwerkconnectie zat tussen het binnengedeelte van de faciliteiten daar en erbuiten. Althans, we hebben ze dat ding voor een deel binnengekregen. Gewoon door een aantal USB-sticks op de parkeerplaats te laten slingeren. Iemand heeft dat ding meegenomen en denkt, hey, dit is interessant. Klik, op. Probleem. De manier waarop ze dat ding gemold hebben trouwens, is door de schermen gewoon netjes te laten zien. En op de achtergrond die dingen gewoon volledig 100% op te spinnen en direct weer uit te zetten. Ja, dat gaat op een gegeven moment stuk. Blijkt dat ze ditzelfde hebben geprobeerd in Noord-Korea. Die hadden echter hun AirGap, oftewel het productienetwerk waar alle controls voor de en dergelijke op zitten. En de rest van het internet en de misschien ook wel de office machines, beter geregeld. Dus daar kwam hij niet doorheen. Is security dan iets wat state of the art moet zijn? Als je code van 10 jaar geleden en je security flaws van 2 tot 4 jaar geleden nog steeds werken. Waarom zou je de manier van aanval dan aanpassen? En helaas is dit wel de realiteit. Heel veel aanvallen van x aantal jaar geleden werken nog steeds. Komen er nog steeds nieuwe virussen uit? Jawel. Heeft jouw antivirus software dan de nieuwste cyclusjes erin zitten? Ja, als je geüpdate wordt wel. Heb je dan misschien een probleem met dit soort aanvallen? Antwoord op helaas ja. Waarom? Je antivirusprogramma en ook je anti-malwareprogramma zal voornamelijk kijken naar de meest gebruikte, de meest voorkomende en de meest recente malware, antivirus, etc. Oudere virussen, ja, die haalt hij eruit. Waarom? Anders wordt die database van te groot. Oftewel, als ik een virus neem van 4 jaar oud, en daar is misschien geen patch voor geweest. Of die is niet toegepast. Grote kans dat het lukt. Patch management
werk, belangrijkere zaken. Daar komen we straks ook nog op terug. Het pentestgedeelte. Straks werd al gezegd, jullie kunnen daar Microsoft toe voor een stukje cloud computing. Ja. Misschien is het straks leuk om daar eventjes te kijken, joh, wat is cloud computing nou precies? Maar eerst een ander dingetje wat redelijk populair lijkt te gaan worden. The Internet of Things. Your connected oven, toaster, washing machine, thermostaat, lampen, etc. Als er na software vendors en app developers één categorie aan verkopers is die nagenoeg tot bijna niets aan security hebben, dan is het deze. Oh ja, dan vergeet ik nog bijna degene die jou een modem verkoopt. Of die je gratis bij je internet abonnement krijgt. Daar zit overal een aantal leuke tussen. 2 jaar terug hebben ze uitgevonden dat er een soort 100 miljoen van dat soort modems op internet hangen. Met dus duidelijke security gaten in erin dat ze van dat soort modems gewoon een botnetje kunnen maken. Dat geldt overigens ook vaak voor controllers in network area storage devices. Dat zijn leuke netwerkschijfjes die je kunt kopen. Die het leuk vinden om via jouw modem, via het Universal Plug and Play protocol in het internet te gaan hangen en daarmee van buiten toegankelijk zijn. Als je nog kan terugvinden, eind 2012 van het programma Porter, is er een uitzending die heet Zo lekker zo'n mandje. Als je het interessant vindt, moet je iets proberen op te zoeken. Daar komen ze op een gegeven moment bij bedrijven op een schijf uit waar allerlei documenten op staan van hun klanten. Inclusief paswoords en andere informatie. Maar ook op security camera's van een bedrijf. Daar maken ze fotoprints van en die laten ze vrolijk bij de bewaking zien. Herkent u dit? Hoe kom je hier aan? Ja, jullie security camera's hangen gewoon op internet. Maar ook het hele Internet of Things verhaal heeft zo zijn uitdaging. Als straks inderdaad alle apparaten aan internet hangen, omdat ze wel eenmaal geconnect zijn via het stroomnet, dan wordt het ook wel eens een keertje tijd dat die sector iets aan informatiebeveiliging gaat doen. Of überhaupt aan beveiliging gaat doen. Iemand een Samsung Smart TV waar je tegen kan praten? In hand, sorry. Artikelen erover gezien of wil je het niet weten? Ja, vertel maar. Ja. En iemand die het wil toegeven. Leuke dames op de andere kant? Of, wat zei je? Leuke dames aan de andere kant van de camera? Of? Nee, was maar waar. Ja. Ja. Maar Samsung luistert wel met je mee. Oh, wel. Je moet wel uit te luisteren maken. En slaat ook al, je gegevens, en slaat ook al die gegevens op voor toekomstige verbeteringen van hun service. Ja, en het is al zo erg dat als jouw tv aanstaat en je zit gewoon voor de tv met je vriendin te praten, zal die gesprekken worden opgenomen en naar mijn service gestuurd. Ja. Nog steeds interessant? Ja, ik vond het tweede wel interessant, omdat ze mijn kanaal gaat verbeteren. Ja, nou, het gaat waarschijnlijk meer om het verbeteren van de herkenning van spraak en dat soort zaken. En wat je überhaupt met je tv wel en niet wil doen. Ja. Maar dus niet zozeer het aanbod van wat je gaat krijgen. Maar al zou dat überhaupt, en dan wordt het ook nog eens een keertje onversleuteld over internet gestuurd. Oh. Om het verhaal maar even compleet te maken. Je kunt meekijken waar. Ja, dus als jij zijn wifi verbinding hebt, als je hem via wifi gekoppeld hebt. Tuurlijk. Ja. Ja, weet je, we zullen wel het leukste vertellen hoor. Welk access pointje. Uh-oh. Volgens mij heeft dat ding een pineapple voor degene die geïnteresseerd is. Ja, precies. Als jullie hebben wachten op de wil, dan nog. Ja goed, al zou je die gegevens wel versleuteld sturen, dan heb je nog een andere uitdaging. Dat is het zogenaamde metadataverhaal. Want ja, dan heb je de gegevens weliswaar niet. Maar je kunt wel precies zien wanneer die thuis is. Want ja, dan staat de tv aan.
En dan zit de tv al een data naar Samsung toe. Een grote kans dat als dat overdag niet zo is, daar zei ze ochtends vroeg is het wel, 10:20 van de student. Ah, oh, moet kunnen. Ik kan het wel eens om 9:00, 7:00 de deur uit. Anyway, lange tijd geleden. Maar dan kun je dus aan zo'n netwerkverkeer zien of je er is, ja of nee. En dat geldt natuurlijk ook toen ze nog elke kwartier wilden doorsturen, waar je deze sprake van was. Met die leuke smart meters voor je elektriciteit die thuis hebt. Dat is helemaal interessant om de meterstand te zien. Maar als dat ding elk kwartier stand doorgeeft, ja, dan wordt het dan misschien wel interessant trouwens. Want ja, als hij veel gebruikt, dan staat misschien de tv aan, de computer aan. Maar dat zou de wasmachine kunnen zijn. De droger zou het niet doen als je niet thuis bent, maar dat heeft een andere reden. Dat is meer een veiligheidsreden. Tenzij je netjes de stoffilter moet schoonmaken. Maar dat terzijde. Dat is meer een stukje physical security, oftewel bescherming van jezelf. Maar dan zijn dat soort gegevens heel interessant. En niet alleen voor je energiemaatschappij. Hetzelfde geldt, en dan komen we terug op het verhaaltje social media. Jongens, ik ga volgende week op vakantie. Nou, ondertussen heb je in je profiel je adres staan. Oeps. Dat is overigens ook de reden. Het zal sowieso een van jullie wel opgevallen zijn. Waarom Twitter niet in dat lijstje stond. Om de hele simpele reden. Twitter is bedoeld om te delen. Iedereen weet dat het openbaar is. Ja, op de direct messages na. Toe. Die overigens niet alleen door de tegenpartij gelezen kunnen worden, maar in sommige gevallen ook door de application die gebruikt. Of liever gezegd door de application server die gebruikt. Sommige applicaties gebruiken namelijk een eigen application server en die connecten voor jou naar Twitter. Terwijl er zit iets tussen. Wees daar bewust van op het moment dat je überhaupt via social media iets deelt. Facebook en privacy zullen we er niet over hebben. Mag, neem ik aan, wat bekend zijn. Dat is er namelijk niet. Ze zullen zelf beweren dat het anders is. Oké. Kom aan de wat interessante dingen. Deze bekende heb ik daar. Zaken niet te worden hebben. Of nog mooier gezien. En zo gaat het in een echte, of in network beveiliging natuurlijk ook. Als je een firewall hebt staan, leuk. Als je er omheen kunnen, minder leuk. Heel veel mensen zullen denken van, joh, ik heb toch een firewall staan, dat werkt toch veilig? Ja. Nou, ondertussen wordt er gevraagd van, joh, wat er doorheen hebben. Oh ja, en die ene business applicatie mag er ook even een poortje voor open. Dan heb je uiteindelijk nog een firewall. Wat te betwijfelen. En zo kom je ze echt ook wel tegen hoor. Of een hoog hek wat op slot kan en aan het eind van het heggetje zit een gat en op je gewoon het heggetje heen. Ja, dat is het grap. In principe doen hackers dit gewoon ook. Alleen dan lopen ze. Oftewel via internet. En dan hebben we waarschijnlijk van dit huis nog niet eens de achterdeur gezien. Er is ooit iemand gelukt om over een heggetje klimmend via een regenpijp en een open raam Buckingham Palace in te komen in de UK. Daar een beetje rond te halen. Een fles wijn en leeg te drinken. Ergens overheen te struikelen en met een bloedende hand en een gebroken afspraak de kamer van de Britse koningin binnen te lopen. Nou heeft die natuurlijk keurig netjes een belletje in haar kamer zitten dat als er inderdaad ooit iets moet gebeuren. Dat ze iemand kan waarschuwen.
denken, ja, dat belletje was natuurlijk nog getest. Oftewel, ik deed het niet. Waarom deed ik het niet? Omdat ik ben even aangesloten. 4 jaar geleden Fukushima. Fukushima, het is wel. Aardbeving, tsunami eroverheen, koelingsproblemen, noodaggregaat doet het niet. Er kwam met andere noodaggregaten aan, want die hadden ergens in reserve staan. Maar ja, ook die was niet getest. Aggregaat denk ik wel, maar de stekker paste niet. Ja, het resultaat weten we allemaal. Ja, maar dat doet de Nederlandse overheid ook, hè? 5000 machines. Ja, alleen die hebben niet gezegd van we betalen niet meer, want we lossen het probleem. De Nederlandse overheid heeft gewoon gezegd we betalen gewoon. €800 per jaar. Voor helft tot 400. Per systeem? Per systeem, ja. Ik doe het voor de helft. Ja, ik zou het tegen ze zeggen. Het is goed verdienen inderdaad, ja. Maar zo zie je maar dat overigens heb ik meegemaakt voor een gasplant in, ja, ik zal het land er niet bij doen, want als je terugkijkt dan weet je precies welke het is. Waar er nog een discussie was over het gebruik van Windows 2003. R2 server tot en met 2020. Wat? Ja. Dan weet jij waarschijnlijk ook dat ik volgende maand out of support ga. Anders had je toen niet gereageerd. Hè? Ja, goed, dan weet ik niet. 16 of 17. Ja, precies. Wat is het probleem in die wereld? Ze zetten een soortje systeem neer. En ja, jongens, we komen zaterdag even patchen. Ja, echt niet. Wacht, moet dat eerst volgende maintenance cycle. Want als je gaat patchen en jullie zetten het systeem, ja, dan gaat die hele plan down als je plegen. Met zoveel nieuwe schade. Er zaten ertussen, deze kerstplan toevallig wel niet hoor, maar er zaten andere ertussen. Als je die 24 uur uitzet, en incorrect uitzet, kan je niet op plan bouwen. Waarom? Zit al je buis verstopt en die krijg je niet meer schoon. Over dat soort zaken hebben we het. Dus als je daar een aantal systemen neerzet, zet je die niet neer om volgend jaar daar een nieuwe serverversie op te gaan zetten. Buiten het feit dat heel veel van dat soort software, en zeker in de industriële hoek, vaak mag je niet eens patchen van de vendor, maar ja, is die niet gesupport. Dus daarbij zijn de software vendors, buiten de vendors van de besturingssystemen, de meest gevoelige security probleem. Dat is dus een hele andere uitdaging dan jouw office omgeving hier, binnen een school, binnen een universiteit, binnen SVB, binnen banken. Dat zijn hele andere uitdagingen. Je moet echt dingen eromheen gaan regelen. Hebben ze dat goed geregeld? Waarschijnlijk. Zou het wel moeten? Ja, eigenlijk wel. Maar wat je daar heel erg interessant ziet, is dat er een hele grote discussie ontstaat tussen aan de ene kant de jongens die in de plant werken. Want die roepen van ja, alles wat uit de office-omgeving komt daarboven, dat is onvertrouwd en dat is onveilig. Geldt gelijk, want die office-omgeving hangt aan internet. Interessant genoeg, aan de andere kant van. Als dat iets van een firewall tussen staat. Bij die office jongens. Oh ja, exact hetzelfde verhaal over de plant jongens. Ja, wat daar vandaan komt is onveilig en is niet gepatcht en weet ik veel wat allemaal. Ja, ondertussen willen zij rechtstreeks een connectie daar naartoe hebben om andere data eruit te krijgen en productiegegevens terug te sturen en dat soort zaken. Ja, hier tegelijk. Ik denk bijna een klein beetje. Is het altijd mogelijk die omgeving volledig gescheiden te houden waar al je productiesystemen staan? Ja, dat is lastig. Was dat een probleem vroeger ook? Ja, natuurlijk. Alleen
toen hadden ze heel veel dedicated systems, speciaal gemaakt waren daarvoor. Draaien gewoon 20 jaar, 30 jaar misschien, zonder problemen. Waren wel wat duurder. Maar ja, uiteindelijk kwamen alle vendors van generatoren, kleppen en dat soort dingen van ja, nee, het is allemaal makkelijker en off-the-shelf hardware en off-the-shelf operating systems. Toen kregen we Windows in die omgevingen. Met alle problemen die daarbij horen. En helaas heb ik daar voor jullie weinig concrete voorbeelden van dat er echt is fout gegaan. Maar ik denk dat het een beetje wachten is tot die vanzelf een keer komen. We hebben natuurlijk wel eens een keer al wat zaken gehad waarbij bruggen en sluizen hier in Nederland gewoon door iedereen op internet bediend konden worden. Ja, drie, vier geleden als ik niet vergis. Sorry? SCADA systeem. Ja, SCADA is maar een klein stukje van het verhaal. Iedereen moet altijd SCADA meteen. SCADA is eigenlijk meer overkoepelend monitoring van, nou ja, we stoppen een hoop data in en we kijken hoe het loopt. Als je echt puur gaat kijken naar hoe een omniplant gecontroleerd wordt, dan zit je meer in distributed control systems. Dat je eigenlijk een laag lager. SCADA is meer voor, ik heb vier grote fabrieken en een aantal pijpleidingen ertussen en ik heb een aantal sensoren overal staan. Nou ja, ik moet kijken een beetje hoe dat of het allemaal draait, of het allemaal doet wat het moet doen. En eigenlijk zit daar weinig controle van uit. Vandaar ook, hè, de S van supervisory zit vrij hoog in. En SCADA is eigenlijk maar een heel klein stukje van het verhaal. Je zult wel gemerkt hebben dat ik niet heel erg haal aan mijn eigen slides. Ik zijn ook allemaal alleen maar als illustratie er een beetje bij. Als het goed is, Arnhem, hebben we nu de tekstapps op. Ja, we vertellen. Goed, als je dan naar een pentest gaat kijken, want daar waren we tenslotte over bezig. Maar niet alleen voor een pentest, want dit geldt eigenlijk ook voor als een. Ik haat de term cyber. Vooruit maar. Cybercriminal een aanval doet, loopt hij eigenlijk deze stap door. Reconnaissance, kijk je echt heel duidelijk voor rond van joh, wat kan ik allemaal over mijn target vinden? Laten we de HVA's voorbeeld nemen. Wat kan ik allemaal over de HVA vinden? Kan ik over de HVA vinden welke vacatures ze hebben op die tegenpunt? Kan ik misschien mensen van de HVA vinden die problemen hebben met hardware componenten en daar vragen over stellen in voorraad? Kan ik misschien heel simpel vinden hoe hun netwerklayout eruit ziet, omdat er misschien een docent een plaatje daarvan gebruikt heeft en het college online heeft gezet. Welke websites hebben ze? Kan ik erachter komen welke IP-ranges ze gebruiken? Kan ik misschien van netwerkbeheerders namen vinden, telefoonnummers vinden? Altijd handig als je iets van social engineering. Straks nog even terug. En pas als je die fase helemaal door bent, dan ga je eens een keertje echt scannen. Poortscannetje hier, poortscannetje daar. Als je een kwaad op poort hebt gevonden, ga je kijken welke bannetjes je terugkrijgt. Kloppen die eventueel met de poortnummers. Ja, waarom zou je SSH niet op poort 42022 draaien in plaats van 22? De echte scriptkiddies vinden dan tenminste niet. Het scheelt je met een hoop gedonder in je logfast trouwens. Met dat terzijde. Staat poort 80 open? Of staan misschien andere poortjes open? En pas als je al die informatie hebt, dan ga je een stap verder. Dan ga je daadwerkelijk aanvallen. Dan ga je daadwerkelijk kijken van, joh, waar kan ik misbruik van maken? En welke serverversies, en goed, die heb je natuurlijk in je scanstappen gevonden, welke serverversies draaien. En kan ik, en dat eigenlijk blijf je natuurlijk een klein beetje hangen in die eerste drie stappen bij elkaar, hè, want dan ga je natuurlijk alweer terug naar je information phase, naar je reconnaissance phase. Als ik een serverversie gevonden heb, zijn daar toevallig al known vulnerabilities voor.
anders voor mij al is ooit geschreven die ik kan misbruiken. Een van de meest interessante tools daarvoor is Metasploit. Daar kun je ook een hoop schade mee aanrichten als je niet weet wat je aan het doen bent. En eigenlijk in een pentest scenario gebruikt wij Metasploit niet. Waarom niet? Omdat je heel vaak test op productiesystemen. En de klant die jou betaalt om zijn beveiliging te testen, vind ik niet heel erg leuk als je zijn productiesysteem om zeep helpt. Dan kan ik je ook wel vertellen dat mij nooit is gebeurd. En dat je ook aardig wel wat moeite moet doen om het voor elkaar te krijgen. Tenzij je firewall dusdanig brak is dat hij van de eerste beste portscan ontdonderd. Wat een collega van mij een keer gehad heeft. Die vervolgens een telefoontje kreeg van ja, onze firewall doet het niet meer. Hoezo? Ja, hij is omgevallen. Wat was je aan het doen? Alleen maar een simpel portscannetje. Ja, dat is onveilig. Nee, je firewall is gewoon voldoende om dat tegen te houden. Overigens, productiesystemen niet. Ik heb wel ooit een keer een acceptatie die gelijk hoort te zijn voor productie. Daar moet ik gewoon in testen of het in productie kan. Vaak genoeg is dat overigens niet zo. Al is het maar qua capaciteit. En dat is met name een geldkwestie. Maar een acceptatiewebsite hebben we wel eens een keertje omver getrokken. Tot grote irritatie van de klant, want die had zoiets van ja, en als dit nou in productie ook kan, toen was het zo van, wauw, dat kunnen we wel voor je testen. Nou, daar moesten ze nog even over nadenken. Maar dan werd de opmachting toch terugkomen om dezelfde test op productie te doen. Die bleef netjes overeind. Daar waren ze dan weer wel mee. Gaining access. Hardening system. Ja, je wilt er vooral zorgen dat je concurrent hackers niet jouw prized possession overnemen. Dus ja, als al die patches niet geïnstalleerd zijn, wat doe ik er dan voor je? Oh ja, ik had ook even een backdoor en nog wat andere spul achter. Vandaar ook natuurlijk de maintaining access, die we uiteindelijk ook weer terug kunnen. Well, misschien valt het nog wel een keer te halen. Dan kan je het systeem al meer gebruiken. En misschien wil je ook wel dat je niet ontdekt wordt. We gaan eens even terugkomen op het artikel wat ik jullie liet zien over de small and medium businesses die met name aangevallen werden. Die hackers hebben die moeite daar nog niet gedaan. Ja, als je van ach, dat zal wel. Ze hebben zelfs geen eens moeite gedaan om eigen control servers te verbergen. Dat was uiteindelijk op het moment dat het uitkwam, was het vrij simpel te vinden. Maar uiteindelijk mochten wij de laatste drie stappen over het algemeen niet doen van onze klant. Dat is ook wel logisch. Ja. Als je dingen gaat slopen. Oké. Zijn er stiekem al een beetje op vooruit gesprongen. Maar dan nog maar wat andere extra voorbeelden. Want inderdaad. Bij één test hebben we nou wel een keertje Metasploit gebruikt. Die hadden een Oracle database op een Linux doosje. De Oracle database geïnstalleerd als user Oracle. En default ook als paswoord Oracle. En je raadt het al, je hebt het gewijzigd. Net zo goed als de default credentials voor het database administrator account. System, gebruikersnaam, manager, paswoord. En zo waren er nogal x aantal accounts waar we met een paar toeltjes de paswoords van konden achterhalen. Het meest interessante paswoord wat we daarbij tegenkwamen was letterlijk change on install. En ja, het paswoord zijn we ook wel eens ergens tegengekomen. Dat was bij een telefoon. Nee, ik vertel je niet werken. Nog een leuke. Een retailer met een eigen website. Zou er getest gaan worden door
dacht de consument kapot. Toen waren we half in paniek bij ons. Van, ja, ze gaan volgende week testen of over 2 weken. Kunnen jullie daarvoor even snel een eigen test uitvoeren? Want als we dan nog dingen vinden, kunnen we die fixen. We komen dat tenminste niet bij het nieuws. Dat was maar goed ook. Je kon op die site een profiel aanmaken en een verlanglijstje. Het was een Windows server, Internet Information Server. En de toegangsbevelen daarop hebben de extensie ASPX. Echter, default ASPX bestond niet. Aangezien je verlanglijstje werd retailname.nl/verlanglijstjenaam.aspx, kon ik dus mijn verlanglijstje ook de naam default geven. En mijn verlanglijstje werd spontaan de hoofdpagina van de retailer. Maar daarmee was het verhaal nog niet klaar. Op dat verlanglijstje staat het ook je profielnaam. Laten we daar nou mooi een stukje JavaScript in konden zetten. Dat niet werd gefilterd. En hadden wij daarnaast een eigen webserver te draaien. Oftewel, sommige vormen misschien wel aankomen. Cross-site scripting. Doorverwijzen naar een andere site. Op de achtergrond. Om netjes inloggen met een cookie. Hey presto. Wij hadden login cookies van alle andere gebruikers die naar die site gingen. Oh ja, ondertussen hadden we wel eens van een lijstje even van default naar een andere naam gezet. Dat was wel productie. Dat konden we niet echt hebben natuurlijk. Ik heb mijn opdrachtgever opgebeld. Zei, joh, heb jij bij die retailer een account? Hij zei, ja, dat heb ik. Dus dan log eens in voor me. En ga eens naar het verlanglijstje pentest.aspx. Hij daar naartoe. Mijn collega staat ondertussen op de webserver te kijken waar wij de cookies van konden afvangen. Ik zeg één momentje. Dit is jouw adres, dit is jouw telefoonnummer en dit is het laatste wat jij besteld hebt. Ik bleef denk ik een half uur niet stil aan de andere kant van de telefoon. Die avond hadden wij een training voor de CISP-certificering. En een collega kwam naar mij toe en hij zei, joh, ben jij met een pentest voor die NT retailer bezig? Ja. Nou, er liep iemand bij ons heel erg chagrijnig en zeer geïrriteerd rond, want blijkbaar hebben jullie iets gevonden. Ik zei, nee, je meent het. Die was aardig ingeslagen. Ik denk dat ze erg blij waren bij desbetreffende klanten wat die gevonden hadden. Want als ze daarmee in het nieuws waren gekomen, hadden ze wel een aardige uitdaging gehad. En dan te weten dat cross-site scripting natuurlijk staat in de OWASP-10. Oftewel, de 10 dingen die je absoluut gefixt wil hebben. En dit is een van de simpelste. Namelijk, input validation. Een stukje cross-site script in JavaScript bestaat natuurlijk niet alleen uit letters, maar er staat ook andere karakters omheen. Filter die eruit, je probleem is opgelost. Meer hadden ze niet gedaan. Die kom je wel op meer plekken tegen en nog steeds van. Ik heb ooit bij een training inderdaad zelf een keer een van de anderen, die op die manier ook kan oplossen, een SQL injection uitgevoerd. Als je ziet hoe simpel dat gaat, heb je als iets van, oeps, oké. En die zijn we bij test ook wel eens tegengekomen. Eens kijken, hebben we nog een leuke voor jullie? Ja, laat die even door laten. Misschien komen we nog op de pan. 3 dingen die we van tevoren al te standen konden opschrijven. Patch management. En de laatste is het meest belangrijke. We zijn nooit gedetecteerd. Ja, 1 keer. Was niet eerlijk. Degene die ons gedetecteerd had, wist dat we aan pentesten waren en zat tegelijkertijd in de logbestanden te kijken. Dus die telt niet. Ja, en mijn collega had natuurlijk niet een firewall opschot. Maar ja, ook die telt niet, want die firewall deugt er gewoon niet. Nou, we hebben wel een keertje een telefoontje gehad van een klant. Onze VPN-server doet het niet meer. Zijn jullie bezig? Ja,
mijn collega kreeg een telefoontje, want die was de lead tester op dat moment. Zijn antwoord was, nee, ik zit bij de tandarts. Hoezo? Ja, onze, dat en dat doet het niet, et cetera, et cetera. Ja, nou ja, wij zijn er niet, dus gaan we verder zoeken. Nou was diezelfde klant wel gewaarschuwd, want die hadden een login voor de bewaardersomgeving. En daar had je netjes login en paswoord. En daarnaast had een knopje New User. Daarnaast zou je dan een dingetje krijgen van een aanvraag voor een nieuwe login of een wijziging van een paswoord of wat dan ook. We laten nog eens een keer bij die klant geweest, toen hadden ze hem gelukkig gefixt hoor. Dat tenminste, ik vond het op dat moment wel jammer, want ik had geen internet. Het was wel anders geweest dat ik hem nog gedaan had. Dus als je namelijk op het knopje New User klikte, is gewoon internetverbinding. Oh ja, en toegang tot hun interne netwerk. En ja, draadloze netwerken. Ga je een autootje voor de deur staan, dan krijg je hem ook. Als je een klein richtnetwerkje meeneemt, dan krijg je hem zeker. Dus wat dat betreft, ga met je fietsje en een accu en een laptop een paar huizen bij je collega's tent vandaan staan met die Samsung Smart TV. En hij ziet niet eens dat je in de buurt bent. Ik denk dat we misschien een goed idee zijn aan het verhaal staan. Oké. Tietje? Ja, een kwartiertje maximaal. Tien over half, ja. Dat is nu bijna half. Dus tien over half. Ja. Dat is tien over half. Goed, security design. Ik had beloofd om terug te komen op. Ik had beloofd terug te komen op network security versus information security. Of liever gezegd. Het IT-feestje versus business network. Helaas word ik binnen heel veel organisaties wordt informatiebeveiliging nog steeds gezien als IT-feestje. Wordt het regelt IT-afdeling dat voor. Wat je dus zo vaak ziet is dat de Chief Information Security Officer, hoewel die een C-titel heeft, dus je zou verwachten dat die in de board director zit samen met de Chief Executive Officer, Chief Operations Officer, Chief Financial Officer, etc. daar niet zit, maar ergens in de IT-afdeling zit verstopt. Kom je daar misschien 10 jaar geleden nog mee weg? Tegenwoordig niet meer. We zijn als maatschappij, dus ook als bedrijfsleven, dusdanig interconnected geworden. Dat als security geen basisonderdeel is van jouw organisatie en dus ondersteunend is aan jouw business, dan ben je dus niet goed bezig. De hele simpele reden, en dat is dan vaak een excuus wat je ook nog vaak hoorde, oh, dan heb je hun weer van de Business Prevention Unit. Oftewel de Business Disabler. De kereltjes die altijd nee zeggen als ze iets gaan vragen. En ja, dat soort security mensen zijn er ook. En ja, in sommige gevallen moet het ook, omdat we echt iets aan, omdat ze echt iets proberen te doen waarvan je zoiets hebt van, nou, lijkt me niet handig.
buiten dat cloud computing eigenlijk een soort van outsourcing is. Oftewel, je laat andere partijen werken die vertelt wat je moet doen. Eigenlijk zegt wat het kost. En je sluit af welke dienst je afneemt en onder welke voorwaarden. Had je vaak bij outsourcing op je eigen servers, je eigen systemen, je weet precies waar ze stonden. Bij cloud computing is dat vaak niet zo, hoewel er zijn uitzonderingen op. Als je private cloud hebt, dan weet je het vaak nog steeds wel. Ik heb dat wel een keer meegemaakt dat ze zeiden, ja, we gaan als qua Microsoft backend gaan we in de cloud zetten. Ja, ze noemden het cloud, want dan was het tenminste standaard dienstverlening en dan was het goedkoper. Maar feitelijk wisten ze exact welk datacenter, welke servers, sterker nog, de rechts waar de computers voor die desbetreffende klant in stonden, zaten gewoon netjes op slot. Terwijl het was gewoon outsourcing met een andere naam. Pas echt cloud hebben we het inderdaad over, ja, wat iedereen public cloud zou noemen, hè? Systemen van Amazon, social media, oftewel een deel gewoon van het internet. Ik zou het ook Web 2.0 noemen. Web 2.0 ontstond eigenlijk op het moment dat websites een beetje interactief werden. En dan was er meer dan alleen een HTML-tekstje met het Web 2.0. Dat was een beetje de opkomst van een gruwel als Adobe Flash. Of Micromedia. Micromedia inderdaad. Ja. Okay. Wat tegenwoordig alweer achterhaald is door HTML5, godzijdank. Niet alleen vanwege alle security problemen met Flash, maar ook vanuit, in mijn geval, dan een accessibility standpunt. Ik was erg blij dat YouTube op een gegeven moment HTML5 overging. Dan kon ik tenminste zelf video's stoppen, starten, fullscreen zetten. Oh ja, als het Engels is nodig, als de reclame skippen. Maar vandaar dus ook, en een andere wijziging die je ook ziet, die hier op de slide staat, is van componenten naar databeveiliging. Dat betekent dat je je componenten niet meer moet beveiligen. Nee, natuurlijk niet, dat moet je nog steeds doen. Maar data is het eigenlijk het nieuwe zwarte goud van het internet. En dan komen we toch stiekem eventjes terug op die slide met al die social media dingen waarvan ik op de slide daarna zei van denk eens na wie en waarmee je voor social media betaalt. En ik zal het antwoord geven. Als jij gebruiker bent van social media, dan ben jij het product. En waar betaal je mee? Nou ja, je hele leven. Al jouw gegevens die je erop zet, dat is waarmee je betaalt. En die gegevens worden natuurlijk gebruikt voor, door advertisers, etcetera, om uiteindelijk weer aan jouw geld te verdienen. Maar ondertussen is er een man die daar heel erg rijk mee is geworden. Dat is een groep die een mooie winst heeft gemaakt, ook erg knap. Op de Facebook. En zijn er dus weer heel veel van dat soort bedrijven zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, die voor miljoenen tot honderden miljoenen naar de beurs zijn gegaan. En misschien zijn jullie wat te jong om de internetbubbel van 2002 te hebben meegemaakt. Althans bewust te hebben meegemaakt. Maar we zien eenzelfde soort nu ontstaan. Alleen dan met social media. Toen was het met allerlei internetsites en je kon van alles nog wat gratis op internet en het kon niet op. En hoe gekker het idee hoe sneller je de geld verkreeg op de beurs, ja, totdat het een keer fout ging. En duidelijk werd dat het eigenlijk allemaal gebakken lucht was. Ik denk dat het op dit moment wachten is tot het met social media ook nog een keer gebeurt. En dan zijn natuurlijk de apen weer gaar op de beurs. En aangezien de hele economie aan de beurs ophangt, volgehangen woord. Ja, als de beurskoers omlaag gaat, gaat het slechter met de economie. Wow. Goed, dat is een andere discussie. Ik heb niet met beveiliging te maken. Hoe kijken we vroeger naar internet of naar netwerkbeveiliging? Sorry, how to select an A-text? Voice over off. Zo. Dat is mooi van de Mac, hè? Ik had gewoon uitzetten. Vroeger keken we daarna als een mooi kasteeltje. Volgens mij hebben jullie die. Hoe
focus lijst dat op? Changes in focus. Dus de front-toe tabel. Ja, ja, precies. Genoemd, hè? De firewall. Vroeger niet alleen het bastion van binnen naar buiten of van buiten naar binnen, wel voornamelijk gezien werd als van buiten naar binnen. Alles binnen de firewall was ondertussen vertrouwd, dacht men. Maar het werd ook gebruikt om ervoor te zorgen dat er niet heel veel mensen van binnen grote dingen op internet konden downloaden. Ja, toen hadden we nog inbelverbindingen. En allerlei andere trage media. Kun je je bijna niet meer voorstellen tegenwoordig. Met je glasvezelverbinding thuis, etc. Ik helaas nog niet. Maar 50 Mbit down moet toch wel lukken. 5 Mbit up, een beetje jammer, maar dat is maar even zo. Toen ik ging studeren in 1997, toen hadden wij thuis een inbelverbinding. Met een modempje. 28K8. 33,6 later, 56,4 daarna en uiteindelijk kregen wij na één of twee jaar een ISDN-lijn. Waarvan tot grote plezier van mijn ouders de internet service provider het niet ondersteunde om twee lijnen tegelijkertijd te gebruiken om 128 kilobit te krijgen. Dus het bleef steken op 64 kilobit, oftewel 7 kilobyte downlink. Is zelfs nog minder dan je tegenwoordig met de meeste telefoons haalt. Op de universiteit hadden wij voor de hele campus, of voor het hele department van informatica, hadden wij een lijn van 2 Mbit, up en down. En een home directory van 5 megabyte. Dat om even aan te geven hoe snel in de afgelopen 18, 19 jaar, hoe ver we gekomen zijn. Dat lijkt ook allemaal zo vanzelfsprekend. En eigenlijk is dat niet. En uiteindelijk wil je dus ook naar een wat meer gelaagd model in je beveiliging. Want daarmee is natuurlijk, met al die connectiviteit, is natuurlijk het beveiligingsrisico ook groter geworden. Een jaar voorheen, als er een keer een probleem was met een virus. Dan trok je de modem eruit, had je even geen internetverbinding thuis of op het werk. Maar ja, dat gebeurde wel eens vaker. Als een keer een kabel kapot werd getrokken of wat dan ook. Oh wacht, dat hebben ze met C2000, het communicatiesysteem van de brandweer en politie en de ambulance diensten nog steeds. Als KPN ergens een keer een kabeltje stuk trekt, dan ligt dat systeem eruit in heel regio Amsterdam voor 3 uur. Single point of failure? Yep. Overigens hadden ze in 2012 precies hetzelfde probleem toen dat ene pandje van Vodafone uitfikte in Rotterdam. En toen kwamen ze erachter dat een groot deel van de metro's ook niet konden rijden. Waarom niet? Ja, die verbinding ging ook allemaal over het GSM-netwerk. En ik neem aan dat een aantal van jullie de stroomstoring van wat, een week of 6 geleden nog wel kunnen herinneren. Wij hebben ook stroom thuis ook trouwens, maar dat er zijn. Maar op kantoor ook, behalve voor de internetverbinding. Dat was een beetje jammer. Ook om de manier van doorwerken en met de lift naar boven toe. En als ze vergeten waren aan te sluiten of waar misschien een stop uitgeknald was, was de koffiebar in de kantine. Dat was dan wel weer jammer. Want ja, dan komt een beetje koffie uit vanuit de standaard koffieautomaten. Als je toch geen internet hebt. Ja, anyway. Toen bleek overigens ook dat ongeveer 70% van de zendmasten van de meeste mobiele providers geen noodstroom hadden. En van
een overige 30% had maar een heel klein deeltje een noodaggregaat en de rest had een batterij-accu pak. Wat het maar drie uur ongeveer volhield. Daarna hadden ze ook een probleem. En achteraf hoorden wij dat ze op Schiphol ook een beste uitdaging hadden. Air Traffic Control deed het nog wel, maar ja, al die cases, al die garageband, die deden het ook niet meer. Maar ja, maar voor zo'n enorme organisatie noodstroom te gaan regelen, is een aardige uitdaging. Tot overmaat van ramp, overigens, op het moment dat de stroom eraf gaat, gaat de brandalarm af en gaan alle branddeuren dicht. Ja, dat is niet zo'n probleem, behalve dat op het moment dat dat probleem was opgelost en de stroom ging er weer op, ging het alarm weer af. Dat zou dus nogal een aardige uitdaging aan. Ja goed, met al die connectiviteit die we tegenwoordig hebben, is die firewall niet echt meer handzaam, hè? Dus hij is steeds meer gaten ingeschoten. Voor Skype, voor Twitter, Dropbox. Zo'n leuk huisje die gratis gebruikt, maar een deel van je data is niet meer voor jou. Overigens dat voor Google Docs ook, hè? Als jullie als studenten die Google Docs gebruiken, je zit daar in je mooie plekje in. Ik denk daar achteraf misschien nog wat mee te kunnen, maar wel even opletten. Een deel van de copyright van dat projectje wat jij daar vrolijk in gemaakt hebt samen met je medestudenten, is niet meer van jou, maar is van Google. Dus ook daarmee betaal je voor het gebruik van wandeldiensten. Ja, nog steeds van een kasteeltje, alleen hier hebben ze er slim aan gedaan om meerdere muren neer te zetten. Oké. Luister je bijbelskennis dan. Dat ze vroeger in Jericho ook, er hadden 7 muren eromheen staan. Die konden er uiteindelijk ook allemaal om. Wat betreft hebben een aantal mensen een jaar of 11 geleden bedacht van joh, leuk al die firewalls, eigenlijk heb je er niet zoveel meer aan. Wat gaan we doen? Die firewall gaan we nog wel gebruiken, maar dan gaan we alleen nog maar quality of service mee doen. En daarmee betekent het ook dat je interne netwerk die je nog vertrouwt. Hier niet meer. En feitelijk was dat al zo. Ja, er kon van alles en nog wat in. Op, langs, aangesloten worden. En dat is natuurlijk met het uitvinden van de moderne smartphone. Met dank aan Apple. Is dat natuurlijk nog dus aanhalingstekens steeds erger geworden. Want ja, iedereen kan nu zijn eigen device meenemen, daar zijn eigen data op zetten. Iedereen noemt dat altijd netjes bring your own device. Ik noem het altijd standaard vanuit een security perspectief buy your own disaster. Bring your own klinkt aardig, buy your own is natuurlijk wat het over het algemeen is. Security technisch gezien is het kan ook best een redelijk disaster zijn als je dat niet slim in elkaar zet. Waarom? Mijn company data staat op jouw device. Als jouw morgen draait donder, heb jij die data nog. En hoe ga ik er nou voor zorgen dat jij die niet stiekem A, gekopieerd hebt, of B, nog steeds hebt, of C, dat ik die eraf kan gooien zodat jij er alsnog niet meer bij kan. En dat klinkt natuurlijk wel leuk. Iedereen zijn eigen smartphone, tabletje, etc. En dat scheelt je misschien als company ook heel veel geld. Maar als je niet nadenkt over de datavraag, wie kan erbij, wanneer kan die erbij, ook en als mijn werknemer zijn smartphone of tablet verliest, wie kan er dan nog bij? Dan heb je een hele andere uitdaging en dan kan die besparing op jouw devices ook wel eens meer gaan kosten dan je denkt. Is dat kwantificeerbaar? Dat is lastig. Is dit altijd een eeuwige discussie? Dat is zeker weten. Want de business, die wil dit natuurlijk graag. Ja, prima. Wat hebben we nodig? Business analysis. Laat de business maar vertellen wat ze nodig hebben. Laat ze maar vertellen wat voor hun de kritische processen zijn. Vandaar ook een stukje business continuity. Wat gebeurt er als morgen mijn HR-systeem het niet doet? Voor mijn kritische processen waar ik geld mee verdien. Nou, terzij je een HR-company bent, waarschijnlijk helemaal niks. Ja, een weekje in het jaar kan het vervelend zijn, maar dan worden de salarissen misschien niet uitbetaald. Dat kan
redelijk, redelijk interessant zijn, maar ook redelijk irritant voor je medewerkers. Valt daarmee het bedrijf om? Waarschijnlijk niet. Moet je het als risico benoemen? Ja, tuurlijk. En hier zie je ook weer terugkomen, niet alleen de business impact, maar ook de privacy impact. Nou, is daar ook in de Nederlandse wetgeving zeer recent in veranderd. Vroeger hadden wij natuurlijk al het CBS, het College Bescherming Persoonsgegevens. Overigens, als ik in dit college over privacy heb, dan heb ik het eigenlijk alleen over bescherming persoonsgegevens. Ik heb het niet over aantasting van de persoonlijke levenssfeer qua wat je echt onder privacy zou verstaan. Dat is ook waar de wetgever het over, over heeft als hij het heeft over privacy. Als je heel veel politici hoort praten over privacy dit, privacy dit, privacy dat, hebben ze het heel vaak alleen over bescherming persoonsgegevens. CBS moest er altijd op toezien. En ze hebben, onder andere met de OV-studenten, chipkaart. Daar onder andere het GVB in Amsterdam een keer flinkvol een donder gegeven, want die bewaarden de persoonsgegevens, oftewel jullie reisgegevens te lang. Daar is nu nog een categorie bijgekomen, of eigenlijk liever gezegd, er is een wapen bijgekomen voor het CBR, of het CBS, sorry. Ze mogen die boetes uit gaan nemen. Konden ze toen al een klein beetje, een soort van, we hebben gisteren nog in het nieuws gezien, KPN, die een flinke prent heeft gehad voor niet op orde hebben van de beveiliging, of met iets meer dan 3 ton, voor een incident in 2012, waarbij ze, ik kan me dat nog wel herinneren, als bijna openingsitem in het 8 uur nieuws moesten komen vertellen dat ze gehackt waren. Via een Windows machine ergens op hun netwerk. Ik weet hoe ver ze geweest zijn uiteindelijk. Maar gezien dit ook wordt opgenomen, ga ik dat niet vertellen. Laten we zeggen, ver genoeg. Dus de boete is wat dat betreft ook wel terecht. In de media zie je ook heel veel artikelen over zoveel gegevens, patiëntgegevens, creditcardgegevens, verloren geraakt in Amerika, Groot-Brittannië, etc. Je zal die vast wel een keer langs hebben zien komen. En misschien zul je jezelf wel eens afgevraagd hebben, waarom daar wel? Nee, niet. Dan kan ik je niet met de drone helpen. Het gebeurt hier ook. Echter. Tot nu toe, Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen dat niet te melden. Dat is verleden tijd. Zover ik begrepen heb, is vorige week in de Eerste Kamer de wijziging van de wet bescherming persoonsgegevens aangenomen. En daarmee ook de meldplicht data lekken. Zover ik ook begrepen heb, gaat die per 1 juli in. Dat betekent dat als een bedrijf persoonsgegevens kwijtraakt vanwege een data breach, weet ik veel wat, dienen ze dat te melden. Niet alleen aan jou, maar ook aan het CBS, waarmee je dan zeer waarschijnlijk al publiek wordt. Doe je dat niet, 820.000 euro boete. Of, wat voor bedrijven als Google, Facebook en dat soort zaken staat natuurlijk, peanuts, 5% 4 jaar of zo. Blijkt dan ook nog eens een keertje dat je je beveiliging niet op orde hebt, of niet weet waar je data is, of te weinig controles hebt op partijen die jouw data voor jou verwerken, dan kan je er nog een keer zo'nzelfde print overheen krijgen. Overigens, als er een datalek is en je wist daar niet vanaf, dus je had het niet kunnen melden, jammer joh, dan geldt ook de boetekosten. Dus als jij het bewust, of je het bewust niet meldt of expres niet meldt, dan maakt dat geval niet uit. Dan gaan we een heel klein stukje kijken naar de security architectuur. Want eigenlijk wil je security en privacy by design vanaf het begin af aan ingebouwd hebben. Maar omdat wij de business nu verantwoordelijk hebben gemaakt, of willen maken voor wat je op de veiligheidsgebied doet, wil je dat wel kunnen maatstaven? Nou, het is
niet de bedoeling dat jullie deze tabel helemaal uit je hoofd gaan leren. De hele simpele reden dat dat een beetje te gek zou zijn. Deze tabel komt uit de theorie over SAPSA, Sherwood Applied Business Security Architecture, bedacht door meneer Sherwood. Wat deze tabel eigenlijk min of meer doet, is bovenaan, zul je ook inderdaad zien, gaat er elke keer weer business en uiteindelijk de security domains en de aanverwante zaken zul je pas op rij 3 onder de kopjes tegenkomen. Wat SAPSA eigenlijk doet voor je is vanuit de business kijken van wat moet er hebben, wie moet het gaan doen, waar moet het, waarom moet het. En dan doen we kleine stapjes naar beneden, naar het security verhaal, naar de fysieke component en uiteindelijk naar al je services. Dan hoort hier nog een ITIL-achtige matrix bij, zodat je niet mee vermoeien. Het leuke van deze theorie is niet alleen dat je van boven naar beneden in kleine stapjes kan, maar je kan ook op een gegeven moment zeggen, ja, maar ik heb daar en daar die en die security maatregel genomen. Welke business requirement lag daar aan ter grondslag? Niet alleen van boven naar beneden, maar je kunt ook weer van beneden naar boven. Op die manier kun je altijd zien waar je investeringen in je security stukken terecht zijn gekomen en waarom je die genomen hebt. Nou, deels met een chic woord kun je dat governance noemen. Maar als je je governance niet op orde hebt, krijg je dit effect. En dat is wat je binnen heel veel organisaties ziet. Ze hebben geen flauw idee waar ze mee bezig zijn, waarom ze dingen genomen hebben. En er wordt de hele tijd maar geroepen, ja, security is zo duur en het is zo lastig. En uiteindelijk kost het me alleen maar geld. En dan blijf je maar zeggen van, ja, maar als je het niet doet, dan kost het je nog meer geld. En uiteindelijk snappen ze dat pas, tot het een keer bijna of helemaal fout is gegaan. Dat heeft de overheid bij een aantal organisaties ook netjes gezien. En er zijn ook voldoende bedrijven. Misschien dat een Target een belletje laat ringen. Sony PlayStation Network. Sony Media Pictures eerder dit jaar. RSA, grote security vendor. Misschien vorig jaar. Ja, ze zijn nog wel een paar te noemen. Het belangrijkste naast het op orde hebben van je security design maatregelen, etc., is je security awareness. Want zoals in vele gevallen, the weakest link is between the chair and the keyboard. Oftewel, wij allemaal hier. En dan heb ik het niet alleen over het paspoort gebruiken. En nog steeds het meest gebruikte paspoort 123456. Of zoals in 2008 een keer door de BBC is bewezen dat mensen heel graag hun paspoort en gebruikersnaam inruilden voor een chocolate bar. Het artikel valt ook nog wat terug te vinden. Kun je daar wat tegen doen? Ja, je kunt mensen sowieso aware maken van het risico wat ze lopen. Maar de ransomware hebben we het al over gehad. Deze attack factors blijven nog altijd zeer, zeer vruchtbaar. Waarbij spear phishing heeft voor duidelijkheid een phishing aanval is, maar dan gericht op een specifiek klein doelgroepje of een specifieke persoon. Daarmee is iemand lastig eruit te voeren. Maar als hij succesvol is, vaak wel een stuk interessanter. Ja goed, er zijn nog steeds mensen die een mailtje krijgen op hun Hotmail-account van Interim Justitia met een factuur erbij, die factuurtje openklikken. En dat blijkt dan inderdaad of malware of ransomware. En waarom krijgen we nog steeds allemaal dat soort mailtjes? Omdat het nog steeds landt. Het kost een halve cent misschien om het mailtje te versturen. En als je er 3 miljoen verstuurt, dan kost het ietsje meer. Maar het levert nog steeds geld op. En daarom gebeurt het nog steeds. Helaas, maar waar. Ik hoop dat betreft dat
maar let wel op, hè. Ze worden ook steeds slimmer. Ik had er eind vorig jaar eentje van de Rabobank over die nieuwe Rabo-scanner die ze hebben. En die bleek wel verdomd echt. Waarom? Ze hadden gewoon een persbericht van de website gekopieerd. En dat als mailtje gestuurd. En een linkje erbij. De enige reden waarom ik in eerste instantie al argwanend was, is dat hij in de mailbox terecht kwam waar ik normaal gesproken niks van de Rabobank krijg. Dus ik had zoiets van, jongens, dit klopt niet. Uiteindelijk het linkje wel even bekeken. Dus gekeken waar hij naartoe verwees, niet al geklikt natuurlijk. En toen was mijn suspicion daadwerkelijk wel bevestigd. Maar op dat moment had ik zelf zoiets van, en al wat anders in dit wereldje, zo van, deze is wel een beetje heel erg link. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld minder oplet, dat je hierin trapt. Ja. Beveiliging, met name dan even fysieke beveiliging, blijft natuurlijk belangrijk, hè. Laten we even kijken hoe ze dat hier hebben geregeld. In principe ook als je letterlijk gebruikt en wegkomt. Bij een van mijn vorige werkgevers hadden ze daar iets moois gevonden. Sta je letterlijk liggen en je had er niet aan zo'n gasdoorkabel liggen. Dat is irritant, want dat vind ik echt een van de gemis dingetjes van de nieuwe Apple laptops. Ze zijn geweldig mooi dun, maar de gasdoorlokjes passen er niet op. Dus je kunt het niet echt vastleggen. Maar als je dat daar niet deed, dan kon je hem na de pauze, meestal ging ze een lunchpauze rondlopen, kon je hem na de pauze bij de receptie gaan ophalen. Overigens, dat geldt natuurlijk ook voor het weglopen en het inlokken van je machine. Dus screensaver lokken, ja, thuis natuurlijk wat minder interessant. Dus hij kan in een studentenhuis wonen en iedereen kan je kamer omlopen. Dan kom je natuurlijk weer terug op de onderste van de vorige slide, identiteitsdiefstal. Geeft zich uit voor jou. In Amerika heel populair, want die social security nummers die lekken uit waar je bij staat. Overigens moeten we in Nederland uitkijken dat het met het burger service nummer BSN ook gaat gebeuren. Die ga je ook voor steeds meer dingen kunnen en moeten gebruiken. Feitelijk gaan we daar straks hetzelfde risico mee lopen. Dan hebben we het nog niet eens over de beveiliging achter en rond die idee. Leuk trucje wat bij de meeste Windows machines werkt, is Ctrl-Alt-pijltjes. Daarmee kan je iemand zijn scherm op zijn zijkant zetten. Een collega van mij, zeer hardleers, één keer op zijn kop gezet, nog een keer op zijn kop gezet, ook
maken hier op zijn zijkant te zetten. Ja, dat leest toch wat lang, wat lastig. Ja, je laptop pakt en die zet je ook op de zijkant neer. Met scherm half dichtgeklapt. Als een soort van opengeklapt boek, zeg maar. Dan leest het weer prima. Goh, daar had er ook nog een extern toetsenbordje naast liggen, dus hij kon prima doorwerken. Maar echt heel erg blij was hij er ook niet mee. Net zo goed als een andere collega die uiteindelijk zijn kenniscentrumkabel had laten liggen, zijn laptop wel mee had genomen. Maar de sleuteltjes wel bij zijn kabel had laten liggen, waarop ik zoiets had van ja, als ik nou één sleuteltje meeneem, dan kom ik straks terug en je laptop ligt er wel weer aan vast. Dan maak ik je laptop los en dan neem ik je laptop mee. Dat heb ik maar niet gedaan, maar ik heb wel de sleuteltjes uit zijn blok gehaald en die in zijn tas gegooid. Nou, daar was hij ook niet heel erg van gediend. Want hij zegt ongeveer 10 minuten rondlopen zoeken naar die sleutels, tot een collega zei van joh, die zit hier in je tas hoor. Volgende dag pak ik hem erop aan. Dat is een hele dag. Hij zei ja, maar collega's moet je toch kunnen vertrouwen? Ik zei ja, dat klopt. Ja, maar weet jij die hier allemaal rondloopt? Vlak daarvoor waren er bij dat bedrijf in een van de andere vleugels door middel van social engineering door een paar heren inpak 10 laptops verdwenen. Die waren gewoon over de poortjes heen gesprongen. Wat ze bij die NS-poortjes op Rotterdam Centraal geloof ik ook nog steeds doen. Of, je pakt het op deze manier aan. Gaan we echt kijken van wat is nou social engineering? Dan ga je die deur wel op slot hebben zitten. Maar ja, als je dan een collega met een pasje hebt, ja. Hi, Larry. I seem to have my ID badge at home, so I can't get into the office. Do you think you could let me in? Sure. You can just follow me in. Dat is uiteindelijk alsnog een moet je zeggen. En
dan onthoud hij vooral het laatste bij. Want als je rondkijkt, is het echt serieus waar. Mensen zijn nou eenmaal vanuit de natuur bereid om mensen te helpen. Of om informatie prijs te geven. Ik heb het zelf een keer gehad bij een vertraging bij de NS. Iemand in gesprek geraakt. Binnen ongeveer 10 tot 15 minuten dat ik de trein stond te wachten, wist ik van de dame in kwestie haar beroep, haar woonplaats, bijna haar adres, haar huwelijkse status, hoeveel kinderen ze had en waar ze werkte. En dan hoef je niet eens moeite te doen. Gewoon geïnteresseerd overkomen en de juiste vragen stellen. En dan kom je vaak al een heel eind. Let er maar eens op als je met iemand in gesprek bent die je kent in de metro of wat dan ook. Want het gebeurt jezelf ook. En ja, ook mij gebeurt dat. Hoewel ik er natuurlijk wat meer van bewust ben en dus wel oplet. Dus op zekere hoogte. Wat je vertelt. Dus laat dit een wijze les zijn. Wat betreft social engineering. Kun je je er tegen wapenen als organisatie? Bijna niet. En dit gebeurt natuurlijk niet alleen fysiek, maar ook telefonisch. Je kan je nog herinneren dat we bij het stappenplan, dat ik het had over de namen en telefoonnummers van systeembeheerders. Nou, waarom zijn die dan interessant? Als ik namelijk in plaats van zo'n systeembeheerder naar jou als docent ga bellen en ik zeg. Al met deze docent op als het is niet helpen of niet werken. Maar sommige anderen misschien wel. Joh, ik ben die en die van systeembeheer. En ik weet dat je een probleem hebt met je Windows computer. Maar ik heb even je gebruikersnaam en wachtwoord nodig om te fixen. Grote kans dat je hem krijgt. Helemaal als je het voor elkaar weet te krijgen of vanaf een intern nummer te bellen. Misschien heb je een andere social engineering trucje voor nodig bij de receptie of wat dan ook. Ja, misschien doet dat ook wel. Wat dat betreft, een van de grootste social engineer experts van onze tijd. Ik heb hier zelf iemand naam, Kevin Mitnick, wat? Ja. Eigenlijk was het niet eens een echte hacker. In zoverre, hij brak wel in een systeem. Het meeste wat hij gebruikte waren social engineering trucs om dingen voor elkaar te krijgen. Opbellen, net alsof je een collega bent, voldoende informatie hebben om dat te kunnen doen. En op die manier informatie of gegevens loskrijgen. Of misschien een chipje voor een telefoon loskrijgen die geherprogrammeerd was, zodat hij zeg maar zijn telefoonnummer kon wijzigen. En dus op die manier gratis kosten van anderen kon bellen. Er is ooit een film over gemaakt, maar er is van zijn eigen hand zijn er 3 hele goede boeken geschreven. Ghost in the Wires, inderdaad over zijn levensverhaal, The Art of Intrusion and The Art of Deception. De laatste gaat met name over social engineering. Alle 3 zijn zeker een aanrader. Oké. We hebben het over gehad. Nou, ik heb je nou kort even verteld wie ik ben, wat ik doe, waar ik vandaan kom. Qua studie dan in ieder geval, waar ik een beetje gewerkt heb. We zijn erachter gekomen dat op security gebied qua telefoons dat bij jullie wel meevalt. We hebben de werkstations thuis en dergelijke mee en de apps, wat we daar wel voor gehad hebben, maar daar niet buiten beschouwing gelaten. We zijn erachter gekomen dat op privacy gebied, met name voor jullie eigen privacy, er toch wel wat risico zit in deze zaal. Als wat we verwachten ook. Niks aantal. Zeer recent om ook een wat oude artikelen zijn te sprake gekomen, inclusief alle verhalen die erbij komen. Een stukje pentesting, security design en uiteindelijk een stukje security awareness. Ik hoop dat ik zeg maar met deze presentatie het laatste sowieso op jullie verhoogd heb. Dat is natuurlijk ook de bedoeling geweest. Mochten er nog vragen zijn, now is your chance. Ik heb nog een vraag. Ja.
gezien de pop of de image of things, verwacht je dat er bijvoorbeeld de focus van Minecraft gaat verschuiven vanaf een PC naar bijvoorbeeld dat je niet meer in thermostaat omhoog kan doen tot je rent bij betaald? Ja, absoluut. Hoewel PC is natuurlijk, zolang iedereen PC blijft houden en ik zal daar voor aan even de vraag herhalen. Gevraagd werd of malware, of de focus op malware zou gaan verschuiven naar thermostaten en andere Internet of Things zaken in plaats van PC's. Ik denk dat die beide blijft, omdat iedereen ook een PC blijft houden. Maar dat je wel een toenemende actie zult zien. Hoe groter de footprint wordt van dat soort Internet of Things devices. Hoe meer er van komen. En als inderdaad de security staat van dat soort zaken zo blijft als hij nu is, namelijk practically non-existent, dan zal die focus gaan verschuiven. In zoverre dat het dan interessanter gaat worden om dat soort devices aan te vallen. Is het dan echt interessant om ervoor te zorgen dat jouw thermostaat wel of niet omhoog gaat? Misschien is het interessanter als je aandelen hebt van de elektriciteitscompagnie om in de hele wijk iedereen zijn thermostaat 2 graden hoger te zetten. Want uiteindelijk verdient dan die organisatie meer geld en jij dus ook. Het gaat pas meer als het een persoonlijke aanval zou zijn en dat het interessant wordt om dingen te gaan blokkeren of waar je waarschijnlijk meer verschuiving in ziet. Vrouw mee terug te komen die Samsung Smart TV met microfoon. Maar als jij straks je thermostaat zou kunnen bedienen via spraak, dan staat de microfoon altijd open. En dan is de microfoon dat device een stuk interessanter dan of jij je thermostaat wel of niet kan bedienen. Ik denk altijd aan geld. Het gaat crimineel altijd om geld. Ja, klopt. Dus als ze er geld mee kunnen verdienen, moet je ervan uitgaan dat. Ik kan me voorstellen dat je met ransomware bijvoorbeeld een smart TV zou kunnen kloppen en zeggen, hey, betaal €300 of ik breek in de hele. Ja, klopt. Dat zou kunnen inderdaad voor een thermostaat dicht een beetje aan de prijs verdienen of ransomware voor een thermostaat interessant is. Kijk, als die thermostaat uitstaat, ja, dan misschien een nieuwe tv waarschijnlijk een duurder ding dan een thermostaat. Meestal als je op de koffer van het ene artikel ook zag, ja, het is erg vervelend als iemand de gas van je gasplaat kan aanzetten of van je oven. En kan zeggen van, joh, als je niet betaalt, dan blaas ik je huis. Eén spark is voldoende. Als de gasmix natuurlijk juist genoeg is. En goed, als je dat controle over hebt, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Dus ja, attack factor is genoeg. Mooi. Andere vragen nog? Firewalls, zei u daarnet, zijn niet zoveel gebruikt meer. Wat is de volgende stap? Nee, firewalls zijn nog steeds veel gebruikt, alleen zijn minder nuttig meer. Een hele simpele reden dat er heel veel dingen vaak in de firewall opengezet worden om ervoor te zorgen dat bepaalde businessfuncties werken. Wat de volgende stap is die je heel erg veel ziet, is dat een firewall gecombineerd wordt met een proxy server. Waarbij dus daadwerkelijk diepgaand in netwerkverkeer tot op bijvoorbeeld HTTP-protocol zelf gekeken wordt welke data er naar buiten gaat. Sommige organisaties hebben ook gewoon een wasstraat en die zeggen van, joh, als jij een verbinding naar buiten wil maken, prima. Je mag alles doen wat je wil, maar als er die en die keywords of die en die sequences en gegevens die voorkomen, dan staat het niet toe. Dus je krijgt meer dat het gaat verschuiven naar een soort van service-oriented security laag. Waarbij meer gekeken wordt naar welke gegevens er uitgewisseld worden, dan naar op welke poort of tussen welke systemen het gedaan wordt. Dat je ook daarmee meer controle hebt van joh, waar blijven mijn bedrijfsgegevens. Die ook weer belangrijk is natuurlijk voor je landelijk data lekker zo direct. Ja, als je bij een bank werkt of bij UWV of desnoods SVB werkt en je weet een hele hoop landgegevens naar buiten te krijgen, omdat jij boos bent op jouw direct leidinggevende bijvoorbeeld, ja, dan kan je je werkgever flink schade berokkenen. Wat is daar lastiger voor? Crypto. HTTPS. Dat is een hele vervelende. Die kun je breken hoor.
kunt heel simpel zeggen van prima, de proxy server openen wij de HTTPS verbinding. En die bouwen we daarna opnieuw op. Zie je dat als gebruiker? Zeker. Maar dat moet je goed van tevoren communiceren en afstemmen. Maar op die manier blijft het altijd een uitdaging tussen in hoeverre hou ik nog het vertrouwen in mijn medewerkers. En waar kan ik controle op zetten? En ook de wetgeving heeft er al een aantal dingen over te zeggen wat je wil en niet zomaar mag. Een andere interessante uitdaging die er zit aan te komen en wel in wet is goedgekeurd is het recht op thuiswerken. Tenzij de werkgever gefundeerd kan aantonen dat het voor jouw functie niet kan. En het zomaar zeggen van joh, thuiswerken mag bij ons niet of daar doen wij niet aan, is niet voldoende. Dat is een wet die recent, ik dacht in maart of april, door het parlement is aangenomen. Dus ja, ook recht hebben wij niet. Of het altijd kan is een ander verhaal. Of het altijd menselijk is, ook vanuit security en veiligheidsalternatief. Maar dan moet het wel goed geargumenteerd.